Dit is de stand op het moment. Met nog één wedstrijd te gaan is de kans klein dat Volendam zowel Dordrecht als Jong PSV inhaalt. Maar juist die twee clubs dingen niet mee naar de titel. Want Dordrecht heeft al een periode gewonnen en Jong PSV komt niet in aanmerking voor promotie. Dus Volendam maakt nog kans. In ieder geval wel winnen zelf. Want dat moet je sowieso hebben. We willen graag op die ranglijst mee blijven doen. Dan moet Sparta nog gelijk spelen of punten verliezen bij Helmond Sport. Als dat gebeurt staat Volendam derde. Normaal gesproken niet genoeg, maar er zijn dus die twee uitzonderingen. Als Dordrecht Jong PSV voorblijft, dan is er feest aan de dijk. Zijn de rollen omgedraaid, dan niet volgens de reglementen. Zeker weten. Binnen is binnen, dat zou lekker zijn. En als het niet zo is, dan gaan we gewoon wel lekker door. Want we weten dat we met onze ploeg heel goed kunnen voetballen. En dat blijft altijd de boventoon voeren, denk ik. Het is natuurlijk altijd lekker als je de play-offs weet vast te stellen vroeg in het seizoen. Maar goed, dat hangt dus af van als, mits, maar en misschien. Maar het zou dus kunnen dat Volendam morgen een periode wint. Zaterdagochtend alvast vrijgenomen voor de zekerheid? Nee, die staan gewoon gepland op training. En ik denk ook als je iets wint dat je het ook moet vieren met elkaar, ook een dag daarna.